Weg met die gozer, weg. Weg, nee, die man met die dienstlift, weg. Weg met die ouwe, ik wil hem er niet meer in hebben ook. Ik word iedere week onderscheiden door die gozer, move met die gast. Ja, het klinkt een beetje hard, maar dat ding, ja, ja, hij is iedere week hier. En dit spul jat hij gewoon, hoor. Hier. Biljartvereniging, keus genoeg. Nou zie ik het hele café, nou zie ik eigenlijk het hele café. Dat is een beetje afgebladerd, oude kleuren. Raar, ik heb niks te doen. Ik dus zou het hele café kunnen schilderen. Dat doe je niet. Het is een heel raar fenomeen. Als je niks te doen hebt, doe je ook niks. Als je het heel druk hebt, hang je het hele huis. Schrik is dat toch? En vroeger kon ik ook nooit weg. Het was vroeger gewoon te druk. En in de buurt van Groningen was van alles te doen, maar ik kon niet weg. Ik moest hier zijn. En nou kan ik weg en nou ga ik gewoon niet. En nog steeds. Nog steeds zijn er in de buurt leuke dingen te doen. Het is misschien namelijk nou leuk. Kijk, ik ben nu bij u en morgen ben ik. Ja, dan ben u hier niet. Dus dat is voor u is het misschien leuk dat ik even iets opzoek voor u. Uit een cultuuragenda dat u ook wat te doen heeft straks, ja? Als de klanten komen, ben ik weg, maar het is weer altijd leuk. Schet ook een bepaalde band, dan weet ik een beetje waar die te doen is. En waar u naartoe kunt en gaat, even kijken hoor. De Groningen gezinsbode, dat moet dan wel weer in staan. Even, hier, bioscopen, hier, uitgaansagenda. Vind ik wel even gezellig. Ja, zo even, als de klanten ben ik weg. Ja. We beginnen deze uitgaansagenda in de Houthallen in Noorderhogebrug. Waar ligt dat, Noorderhogebrug? Wat zeg je? Ten noorden van Groningen. Jo. We beginnen deze uitgaansagenda in de Houthallen in Noorderhogebrug. Daar is Storm met Zondag, de klein pluimvee en huisdierenbeurs. Daar gaan we heen! U kunt uw huisdier laten keuren door een huisdierenarts die tevens tips zal geven over verzorging van de dieren. Tussen 10 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds in de Houthallen in Noorderhogebrug tegenover de grote kathedraal van Noorderhogebrug. En ik dacht vroeger, naar zo'n beurs gaat geen hond. En ik weet zeker dat er morgen iets van 80.000 man naartoe gaan. Echt waar. Mensen stappen allemaal in Opel Kadett of Opel Pistoletje of Renault Legionella. En hup, ze gaan naar die beurs toe. Met een of ander ziek dier, weet je wel, een pony met hooikoorts of een strontvlieg met smetvrees. Ga maar. Hup, roomdierendokter of zijn echtpaar naast elkaar. Die lezen dat in de krant. Die zeggen, Henk, is onze schildpad al gekeurd? Heb je zijn anderhalf meter beurt al gehad? Hoppa. Doe maar in de bus. En jongens, met huisdieren, schijt dan met die huisdieren. Flikker nou met die huisdieren. Je hebt tegenwoordig heb je pedigreepal tegen slechte adem voor honden. Alsof je de hele dag met je muil voor die bek van die hond hangt. Schijt dan thuis, man. Ik ga toch niet middag lopen tongzoenen met een chihuahua. Schijt dan thuis. Straks heb je zo'n pilletjes en dan pist die hond Chanel nummer 5. Of hij schijt met dennenlucht. Weet je wat ook er op tv is? Weet je wat ook er op televisie is? In de herhaling, reclame van Shiba. Dit is een mokkel, mooi wijf trouwens, kooltrui, doet er niet toe. Een mokkel die snijdt plakje Shiba op een schoteltje voor de poes. En die poes die wacht heel geduldig in het hoekje van de kamer. Die hebben ze waarschijnlijk vastgenageld. Nou. Dan heeft zij die plakjes gesneden en op het eind legt dat mokkel er nog een stukje peterselie bovenop. Alsof die kat denkt, dat spul vreemd niet zonder peterselie. Als mijn kat een blikje Shiba ziet, ben ik door hier kaal gevreten. Echt waar. En als ik een peterselie bijleg, dan zegt die kat van mij, waar ben jij een regio-loser? Je hebt tegenwoordig van die kittenkat met paté, kittenkat met kippenlevertjes, kittenkat met kaviaar. Straks komt die kat met zijn bak terug en die zegt, zou je het eerst flamberen? Zou echt worden! Zou echt worden! Ze moeten die houthallen in Noorderhogebrug gewoon dicht timmeren en die mensen net zo lang laten zitten tot ze honger krijgen en eigen klein pluimpje opvreten. Gaat dat niet te ver? Nee. Dan begint morgen in Julianahallen in Peizermade de beurs Crea door de eeuwen heen. Ach mijn god. Net wat voor mij. Demonstraties touwweven, glasblazen, papier knippen en jouw origami. Wat dacht u van een zelfgevouwen verjaardagskaart? Of een zelfgeblazen vaas? Rinkel de kinkel. Vanaf morgen in Julianahallen in Peizermade, metro Peizermade centrum. 50.000 volwassen mensen zitten op de grond daar te plakken en te knippen. En loopt er zo'n vrouw tussendoor met zo'n paarse jurk en zo'n ivoren gebit en van dat dode piekhaar, weet je wel, en een bril met plus 99. Nou, en die loopt dan de boel een beetje te regelen. Mijn buurvrouw ging er vorig jaar naartoe en ik kwam terug bij de jarige zoon met een zelfgevouwen verjaardagskaart. Terwijl de jarige zoon in de deuropening stond, moeder aan zag komen en die zei, mam, daar ben je op mijn verjaardag. Wat krijg ik? Nintendo? Nee. Pokémon? Nee. Skates? Nee. En
god, weet je nou toch weer? Dat is zo'n beestje. Hoe heet hij nou? Sorry, wat? Furby? Oh, sorry. Ik vraag heel bloedserieus. Nee, maar ik wil Barbie zeggen, dan loop ik achter. Alle bloed ergens, ik hou niet voor hem af. Wat is een Furby? Ik vraag heel serieus. Een vogeltje of zo? Een vogeltje of zo. Ja. Nee? En jij weet wat is Furby? Nee, ook niet? Niemand weet. Oh, ik dacht Furby een Engelse prinses was. Ja, toch Andrew en Furby? Nee? Nee? Nou, ik vind het lief dat je zegt. Man, Nintendo, nee, skate, nee, Pokémon. Zo'n vogeltje. Nee. 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 Nee, nee, hier. Hier. Kijk wat mama heeft. Een zelfgevouwen verjaardagskaart. Oh. Een zelfgeblazen vaas. Oh, en waar is papa? Ja, die ligt nog in brandwondencentrum. Van zo'n pipetje moet eerst afkoelen voordat je in de tweede vaas begint. Papa moet een paar weken zelf op de lipjes. Ik zou wel naar die beurs toe gaan en zou ik tegen Mokkel zeggen, ik doe mee en dan wil ik graag 100.000 kilo karton. Oh, ja, dan vouw ik een Leopard tank en ik schiet een heleboel naar de tyfus. In Hoogkerk, dat ken ik wel. In Hoogkerk begint zaterdag om 10 uur bij het hunnebed van Hoogkerk. De Groningen fietsomloop. Routekaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV en op is op. Fictypisch Hollands, op is op. Koop dan meer in. U zult genieten van de Groningen natuur en misschien is er ook tijd voor een pannenkoek bij het nostalgische pannenkoekhuisje door Pankauk. Of komt even langs op de middeleeuwse markt van Hoogkerk. Dit alles begint op zaterdag om 10 uur op de brink van Hoogkerk. En het loopt volledig uit de klauw. Want bij het hunnebed van Hoogkerk staat 1 veldwachter. En die verwacht 5-6 man op een zaterdag. Heeft niet gelezen dat in de krant stond, komen 80.000 man aan. En die veldwachter zet zijn fietsen tussen en zegt, mensen, rustig aan, hou je dan kalm, verdamme. Kom nou. Maar dat gaat helemaal mis. Die pet van die veldwachter wordt over zijn hassen getrokken. Snor gaat eraf, fiets wordt door midden gebroken. VVV gaat de fik in, hunebedstenen vliegen door de lucht. Er komen mensen met puntmutsen en fakkels, volledig aan de hand. En wat is nou een fietsomloop? Steek je nou je fiets in en sjouw je eromheen, wat is het nou toch? Wacht even, de eigenaresse van de Old Pankauk, die verwachtte 6-7 man op een zaterdag, hebben niet gelezen dat het in de krant stond, komen opeens per ongeluk 80.000 man aan. Rika. Je wordt heel slecht. Serika. Wat is het, Jibbe? Serika. Hoeveel pankhout is baakt? Hou maar van, hou even waar. Sum. Wat dan? Ik heb 30.000 man aan.
En ze slaan elkaar de hersens in met die pannenkoek. Ik kan spek, lul, bang. Jongens, ga naar toe als het rustig is en niet als het in de krant heeft gestaan. Weet je? Net als de wandelvierdaagse Nijmegen. De wandelvierdaagse Nijmegen lopen 500.000 man mee. Is niet erg, maar je moet niet gaan zeiken. En als journaal erbij is, dan beginnen mensen te zeiken. Er loopt altijd wel een dikke vrouw of dikke man lopen met de wandelvierdaagse mee. En die ziet de microfoon van het journaal en die zegt dan... Ja, met knap mijn voeten kieken. Ik heb zulke blij op mijn voeten. Blijf dan thuis nog. Geen hond die je dwingt. Er staat een man met een pijp tussen. Het is bij de vier deugden zoveel geworden. Je kan tegenwoordig niks meer zien van de natuur. 361 dagen loopt daar geen hond. 4 dagen per jaar, 500.000 man, alweer een kilometer. En jongens, net als een middeleeuwse markt. Ga nou nooit naar een middeleeuwse. Ik ben één keer op een middeleeuwse markt geweest. Je loopt de middeleeuwse markt op, komt altijd direct een man naar je toe. Help me. Ik ben Melaats. Hallo, zo'n bril op. Ik ben Melaats. Nee, zo schop ik zo in elkaar. Zo, nou ben je Melaats. In huis in. Problem. En ook, ik ben ook naar de berechting van... Wacht, nog even. Ik ben vorige week in Delft geweest over de berechting van Balthasar Gerards. Dat zou worden nagespeeld. Even voor de niet-kenners. Balthasar Gerards heeft Willem van Oranje vermoord in 15 nog iets. En hij is daarvoor gevierendeeld door 4 paarden uit elkaar gerukt. Heeft hij niet overleefd? Heel gek. Nou... Zou worden nagespeeld, dus ik naar Delft. Ik sta vooraan, kratje bier naast me, spatscherm om me heen. Ik denk, kom. Gebeurde geen fuck. Ik ben naar die vent toegelopen, ik zeg, jij blijft liggen en ik bel 4 taxis met een sleepkabel.